We zijn de Franciscusschool en we zijn een bijzondere school omdat wij werken vanuit een visie dat kinderen het meest leren vanuit ontdekken, dingen zelf doen. En dat doen we binnen en buiten de school. Wij zijn in contact gekomen met Ede Doet doordat we een groencommissie in de school hebben. Het is een commissie die bestaat uit leerkrachten en ouders, buurtbewoners. We hebben gekeken met elkaar van wat kunnen we nou doen voor de buurt en voor de kinderen op school en van de BSO Spelende Wijs om het plein ook een ontdekkend leergebied te maken. We hebben samen met de kinderen en de ouders de waardebonnen binnengehaald. De kinderen zijn de deuren echt langs gegaan bij buurtbewoners. Met de Ede Doet-checks hebben we inmiddels een buitenkeuken kunnen realiseren. Kinderen kunnen daar spelen met water en zand, pannetjes. We hebben een mooie picknickbank voor ouders op het plein kunnen realiseren. We hebben ook op het plein een leuke speelberg. We noemen het de Teletubbyberg. Het is een groene berg met een glijbaan erop. We merken aan de kinderen dat zij doordat ze zelf die Ede Doet-checks verzamelen, deuren langs gaan. En zien dat het bedrag groeit en uiteindelijk dat we het bedrag bij elkaar hebben en dat er ook iets op het plein komt, dat doen we altijd zo snel mogelijk erachteraan, dat ze ook trots zijn op wat er op het plein is en dat ze er zuinig mee omgaan en dat ze kinderen uit de buurt ook meenemen naar het schoolplein om te laten zien wat wij hebben en dan ook samen te spelen. Er wordt heel veel gespeeld op ons schoolplein, ook na schooltijd.